Goedemiddag, hi Sam, hallo, hallo leuke lieve Silhouette-fans, daar zijn we weer. Ja, weer. Een hele goede middag allemaal. Ja, wij hebben vandaag eventjes een beetje een soort van kortsluiting. Want ik weet niet, als ik naar buiten kijk, het ene moment is het 20 graden, moet ik een korte broek aan met een topje. Volgens mij wil Diana deze heel graag hebben. Kom aan, alsjeblieft. Yes. Daar is ze weer, hoor, lieve kijkbuismensen. En het volgende moment, dan moet je verdorie je regenpak uit de kast pakken, want dan regen je nog net, heb je nog net geen moezelregen op je dag. Oh, maar echt hoor, jezus. Dan is het kaplaars met bijpassend regenpak en stijl het af met een goede paraplu. Weet je dat, toch? Ja, dat. En toen dachten we, weet je wat, na regen komt zonneschijn. En als je regen en zonneschijn mixt, dan krijg je een regenboog. Een regenboog, ja. Een normale regenboog die je in de lucht ziet, hè. Dus niet iets met vlaggen en allerlei andere toegevoegde kleuren, maar gewoon... De regenboog, maar wij dachten we maken een regenboog aan mooie hakken in allerlei leuke kleurtjes. En dan kunnen we je gelijk ook even een beetje door de collectie heen loodsen, hè, Kim? Want we hebben eigenlijk van alles wat neergezet. Ja, ik laat even goed zien. We hebben van alles inderdaad. Open, dicht, sale dingetjes, nieuwe dingetjes. Het staat echt even door elkaar, maar gewoon even om te laten zien wat voor fantastische kleuren we eigenlijk allemaal in de winkel hebben. Dat bedoel ik. En eigenlijk is het met alles ook nog zo. Als u deze in het rood leuk vindt, hebben we dan ook nog 24 andere kleuren. Maar dat past natuurlijk niet. Ja, spaar ze allemaal. Dus als je nou een heel leuk model in het filmpje ziet en je denkt, ja, hartstikke leuk, maar niet mijn kleur. Dan moet je gewoon eventjes een seintje geven, want dan helpen we je gewoon met het vinden van het modelletje op de website. Maar we dachten, nou, dat is weer wat anders. Dus ik wil eigenlijk beginnen, dit is wel een van mijn favorietjes. Daar wil ik even mee beginnen, want ik hou van dit model. We hebben dit inderdaad al een tijdje in de collectie in heel veel kleurtjes. Maar de rode is nieuw aan het firmament. En ik hou van deze kleur. Want dit is wel een goede rood. Het is geen tomatenrood, het is wel echt rood-rood. Maar het is niet zo'n rode schoen waarbij je helemaal een soort van verdwijnt, omdat alle aandacht naar je rode hak wordt getrokken. En dit is een fantastische kleur om lekker te stylen met bijvoorbeeld zwart shirtje. Ja, fantastisch. Maar hij doet het ook fantastisch met een goede jeans en natuurlijk met een leuk wit jurkje. Nou, ik kan er alle kanten mee op. En ik vind zelf ook altijd, dat rood vind ik ook heel mooi als je bijvoorbeeld combineert met een witte blouse en bijvoorbeeld een donkerblauwe pantalon. Dan krijg je zo'n soort van nieuwerwets marine lookje. Vind ik ook erg leuk. Oh ja, goeie. Is heerlijk, want hij heeft een lekkere hoge hak, maar wel een klein plateautje. Dus hij loopt best heel comfortabel. En ik ben heel blij met dit schuine vreesbandje. Want door dat schuine vreesbandje blijven je vriendinnen allemaal netjes binnenboord zitten. Heb je geen overhangende tenen. Zit hij net wat steviger in je voet en loopt hij gewoon echt. Ja, loopt super lekker. Is aan en gaan deze. Ja, en als je dan nog een keertje een modelletje wil wat aan en gaan is. Ja, dan is dit er natuurlijk ook een, hè, Kim? Ja, dat onze all-time favorite. Ja, Visano. Natuurlijk al zoveel over verteld. Dus dat fantastische zachte binnenkantje kennen jullie allemaal. Ik voel me net zo'n succes. Kijk, zulke zachte, poezelige binnenkantjes. Heerlijk. Maar inderdaad. Maar die kruisband is echt fantastisch. Want hij heeft een ronde uitsnijding. En als het dan met de hand erin gaat. En dat is dan even jouw voet voor de kijkers thuis. Kijk, dat houdt alles mooi op zijn plek. Ook die gekke eigenwijze teen die nog wel eens naar buiten wil. Dat, maar dat gaat met deze niet gebeuren. Geen ontsnappingsgevoel. Nee, zeker niet. En deze is echt beeldig als je hele smalle pootjes hebt. Want dit is speciaal een modelletje voor de ladies met een slank voetje. Die eigenlijk alles aantrekken. Waarbij ze overal ruimte hebben. Kieren hebben, gaten hebben, tochtluiken hebben enzovoort. Dit is voor als je een smal voetje hebt, een fantastisch mooi. Ja, mevrouw, een hele fijne vakantie. Geniet er lekker van. Dank u wel. Helemaal goed. Deze schoentjes zijn heerlijk als je een smal pootje hebt. En hij zit ook lekker stevig met het bandje. Ook weer een mooie rechte hak met een lekker plateautje. Dus je lijkt wat langer, maar je voelt niet dat je een hele hoge hak aan hebt. Zelfs ook een toppertje. 64,95. Nou, dan springen we door naar Oranje. Lekker voor het WK strakjes. Dus als je weet ik veel, al die meuk, die oranje meuk. Nou, er passen een paar goede oranje heels wel onder natuurlijk. Weet je, ik heb gewoon afgezworen, want je kan je heel leuk gaan focussen op een WK op Koningsdag, maar dan kan je maar eigenlijk 2 of 3 keer per jaar aan. En ik ja, van oranje. Maar deze zijn te leuk. Ja, dat bedoel ik. Dus ik wil gewoon oranje, wil ik gewoon per definitie. Ja, ik wil dat met snap een witte broek, ik wil dat met een goede jeans. Met je jeans die je nu aan hebt, ook goed hoor. Ja, en ik wil dat ook gewoon nog wel, met een oranje jas, een oranje schoentje, roze jas. Oh, jij gaat lekker voor de kolenblokking. Ja, weet je wat is, dat geeft zo'n gelijk zo'n hele andere look dan als je het helemaal afstelt in veilig. Ja, is ook eens. Heerlijk om hier lekker mee te knallen. Ja, en we hebben één klant die grossiert erin en die spaart ze letterlijk allemaal. En ja, die gaat heel goed met oranje en die heeft ze toen uiteindelijk hier gekocht. Omdat wij zeiden van die heb je nog niet, dat is er één voor jou. En per saldo heeft ze die al 3 keer opnieuw gekocht, want die verslijt ze elke keer. Omdat ze elke keer oranje met van alles aan kan. En deze leukerts, die hebben we die heerlijke pieptel, ook weer dat lekkere zachte voetbedje. Ja, en die lekkere hoge hak. Met die lekkere plateau hebben we ook in verschillende dichte variantjes. Ja, en dit is ook zo'n hak, die kan je lekker in het voorseizoen aan. Die kan je hartje zomer aan en die kan je ook lekker doordragen in de nazomer. Als je nog geen panties, kousen, weet ik veel wat voor dingen allemaal aan moet,
kan je gewoon best wel lang met zijn open teentje kan je lekker uit de voeten. Ja, en ik vind die kleur heel erg leuk. Dit is gewoon echt een mooie oranje kleur. Niet zo heel schreeuwerig. Ik vind het ook tof dat hij niet in het glans is. Normaal begrijp me niet verkeerd. Ik hou van lak. Maar dit is net even draagbaar, hè Kim? Ja, dus wat subtieler inderdaad. Ja. En zou die glans zijn, dat is echt dan weer leuk voor een feestje. Ja. Maar dit kan je overdag gaan. Hier kan je gewoon lekker mee de stad in, terras op, winkelen, whatever. Dat? Eigenlijk ja, ook altijd goed eigenlijk weer. En als je dan een lekker zomerschoentje wil, is dit natuurlijk ook. Oh ja, zo leuk. Ja, lekker, die slijt ook weer van de zaal. Zijn we helemaal aangevuld, hè? Ja, heerlijk. Superfijn. In de naturel kleurtjes, in roomwit, in zwart, in roze, in turquoise, in paars en in oranje. Ja, ik vind het gewoon helemaal leuk. En bij deze Visano zit er ook een heerlijk zacht voetbedje in. Alleen waar je bij hier, als het ware, die kussentjes echt een beetje ziet zitten, is dit eigenlijk helemaal puffy. Is helemaal... ja, dat is heerlijk. Ja, dat is heerlijk zacht. En die wil je niet meer uitdoen. Nee, dat. En die wordt natuurlijk echt als een malle. En we hadden vanmorgen een dametje in de winkel, hè, Kim. Die was best wel een beetje behoorlijk zwanger. Ja. En die ging hier ook lekker op, die slee. Ja, zeker. Want ze kwam binnen, ja, en dan kan geen schoenen vinden. Door de zwangerschap hield ze heel veel vocht vast. En ze had ook inderdaad wel een beetje opgeblazen voetjes. Het is natuurlijk ook best warm en klammig de laatste weken. Dus dat werkt ook niet mee. Maar die ging helemaal, ze deed hem aan en nou ja, ze hebben ze ook niet meer uitgedaan. Nee, dat kwam hier ook best wel een behoorlijk pootje. Dus ja. Het is ook echt gewoon een lekker zomerschoentje voor als je lekker naar de warmere temperatuur gaat. Lekker met vakantie, of als we hier dadelijk denk ik toch het knopje vinden waarmee we hem omschakelen naar de zomermodus in plaats van in de Nou, ik ben benieuwd hoor. Dan is dit ook. Hier, nou, dan gaan we door naar de gele. Ja, ik ga best toch wel steeds... Ik ga even goed kiezen. Oh ja, liefde. Hij blijft leuk. Hij blijft echt leuk. Weet je, en hij zit heerlijk. En hij loopt fantastisch. En dit is echt zo'n lekkere eyecatcher schoen. Hij heeft een lekkere, beetje stoere look. Met een beetje zo'n wijenbroek. Of met zo'n leuk oversized pak. Of met zo'n lekkere, goede spijkerbroek. Ja, fantastisch. Heerlijk. Zijn er ook nog lekker in de grotere maatjes. Nu lekker in de steel van 75 voor 45 euro. Dus dat scheelt wel serieus. En dit is natuurlijk gewoon een lekker kekprintje. Ik ga op kekprintjes. Ik vind het helemaal heerlijk. Simpel outfitje. Lekker uitgesproken hakken. En lekker gaan. En ook deze is niet zo loeihoog, hè? Want eigenlijk in de praktijk kan die hoogte van die platform aftrekken van de hoogte van de hak. En dan blijft er eigenlijk tussen haakjes maar zo'n blokhakje over. En dat is gewoon hartstikke goed te doen. Superleuk blokhakje. En als je nou denkt van nou, ik wil hem hoog en ik wil hem sexy en ik wil een punthak en een puntneus. Dan is dit een heerlijke. Tada! Ja, hij is fantastisch. Hij is inderdaad wel hoog. Het is echt wel een beetje voor de gevorderde hakkenloper. Zeker, toch? Zeker, dat, zeker. Of je moet gewoon mooi zitten. Hè? Zo ook goed, inderdaad. Je kan er ook beeldig in zitten of liggen. Maar hij is heel hoog, maar zo mooi. Zo mooi. Ja. Ja, en jij hebt gisteren heel de token verbouwd. Hè? Dus we hebben tegenwoordig een totempaal met allemaal punten. Ja, precies. Ik laat even zien. Dus denk nou niet als je binnenkomt wat is hier gebeurd. Maar we hebben echt heel de winkel op zijn kop gehad. Hè? Oh. Ik moet even de routenavigatie doen. Ja, nou kan het zelf ook niet meer vinden. Dus vanmorgen ook al een paar keer goed de verkeerde kant op gelopen. Maar ja, maakt niet uit. Maar goede basic hak met een lekkere 11 cm stiletto. In een leuke kleur, in een leuk prijsje, 35 euro. In heel veel andere kleurtjes zijn ze er ook, maar die is natuurlijk ook. Ja, zeker voor al die mooie zomerkleuren die nu in de winkels hangen, hoort deze eigenlijk wel een beetje bij, toch? Ja, precies dat. En als je dan zegt van nou, bijna vriendjes van elkaar, bijna broertjes van elkaar. Dan denk ik van, ik ga niet zo goed die open tenen, maar ik wil wel zo'n lekkere foute blokhak, zo'n chunky heel. Hij lijkt een beetje op dat hele dure modemerk, hè, wat begint met de V en eindigt op Ersatje. Ja, klopt. Ja, dat is die. Alleen hè? De prijs is hier een stuk gezelliger. Nou, ik wil net zeggen. En ik zie dat ze erin best nog wel wat maatjes zijn. En ze zijn nu heerlijk in de zilveren tientjes. Oh, drie tientjes? Ja, nou. Ze zijn van 54,95. Nou, lekker in de zilver 30. Zoek je nog een leuk festivalschoentje, meiden? Tada! Dat, of als je naar zo'n beachfeestje gaat, waar ze lekker van die plankieren hebben, weet je wel. Oeh, ja, dan heb je dit ook nodig, hoor. Is heerlijk, want je hebt gewoon een lekkere sturdy heel. En hij is super licht. Hij weegt helemaal niet zoveel, dus dat is ook weer een heerlijk schoentje om lekker mee op stap te gaan. Hartstikke leuk schoentje. Dit is echt het groene, grasgroen. Heerlijk. Ik ga daarop aan, helemaal leuk. En als je een tandje donkerder wil, want we hebben zeg maar hier een beetje grasmatten groen. En dit is een beetje, deze grasmat ging vreemd met de kerstboom, denk ik. Want dit is net een tandje donkerder, maar het is niet dat olijf. En dit is ook een lekker kleurtje voor nu in dit seizoen. Je ziet ook heel veel van die kleding in van die lekkere, frisse, felle kleurtjes. Ja, zeker waar. En je hoeft helemaal niet in helemaal outfit groen te gaan, want dan ben je net een keer met kikker. Maar je kan dit lekker combineren met bijvoorbeeld een gele blouse, goede jeans. Of met een oranje blazer en een zwarte broek. Daar kan je natuurlijk alle kanten mee op. En als je natuurlijk een outfitje hebt, jurkje met een printje dingetje. En er zit ook maar een dit beetje groen in. Dan kan je natuurlijk ook lekker stylen met een groen schoentje. Want dat is wel heel erg leuk, want dan komt dat in die outfit ergens terug. En dan kan je het lekker afstylen met zo'n leuke blokhak. En deze zijn ook 37,95. Lekker breder mandje bij je enkel. Dus dit zit gewoon net even wat lekkerder als het warm is. Want die band die snijdt net even iets minder in je enkel. En ook een bandje wat ietsje breder is over je tenen.
Ook weer zodat die vijfde vriendin ook zich niet buitengesloten voelt en ook lekker meezakt in het schoentje. Ook geschikt voor een wat voller voetje. Ja, en gewoon een heerlijk, lekker soepel schoentje, leuk schoentje. En ja, in heel veel maten beschikbaar. Dus die vind je in de webshop en die vind je in de winkel. Nou, dan gaan we naar jouw kleur, hè Kim? Jij gaat goed op dat. Ja, ik ben helemaal, ik ga zeker goed op die kleurtjes. Ik vind het zo fris en zomers en ja, ik vind het echt een hele goede kleur. Ja. Dat is echt, ja. En deze is eigenlijk voor silhouetbegrippen aan de lage kant. Ja, nou hij is toch stiekem. Volgens mij is hij stiekem. Ik wou net zeggen, ik denk dat je toch wel gauw op een 8, 9 centimeter ja, komt hoor. Zal ik eens eventjes mijn... Hij ziet er heel, heel laag uit, maar ondertussen... Ja, valt mee hoor, hij is bijna 9 centimeter. Oh, kijk. Het is een dikke 8. En ja, je ziet het me doen hè, wij meten hier altijd aan de zijkant te hakken. En dat doen we expres, want jouw hiel zit eigenlijk in het midden, dus die zit op het middelpunt van die hak. Dus dat is de loophoogte. Ga je nou een jurk afmeten op een hak, dan moet je natuurlijk even aan de achterkant meten. Hè? Want anders is je jurk te kort, dat is ook zo jammer. Aan de achterkant is die 9 en aan de zijkant is het loophoogte gedeeld is 8. En dat is nog serieus best wel een behoorlijke hak, maar hij ziet, ik weet al Kim, hij ziet er niet zo hij ziet er heel comfortabel uit. Omdat die hak wat verder naar achter staat. Klopt. Dus daardoor loopt hij gewoon heel lekker. Ja, hij loopt zeker lekker. Ja, en dan, ja dat. Ja, en ik hou ook wel van zo'n carré-leesje. Ja, daar knapt ieder voetje van op. Dus als je nou een eigenwijze tweede, derde teen hebt, met deze, met zo'n vierkante neus, is dat gelijk opgelost. Dus, ja, weet je, er zijn gewoon echt in de praktijk heel veel dames die de tweede en de derde teen hebben, vanaf de grote teen zien, die relatief lang zijn. En die denken altijd als ze hier komen, oh, let niet op mijn teen, want ik heb een hele rare tweede, derde teen. Ik geloof dat bij meer dan de helft van de vrouwen zijn die twee tenen lang, hè? Ja, klopt. Bij, ja, helaas. Ja, moeder natuur. Ja, nou ja, goed. Is dat nou het is wat het is. Ja, ik wou net zeggen. Er zijn wel ergere dingen, toch? Dat, ja. En als jij nou ervaart dat zeg maar, die tweede en die derde teen nooit zo lekker op een rond voorkantje blijven zitten, dan zou je eens voor zo'n plat voorkantje kunnen. Ja, ideaal. Dan zeker. Dan houdt alles, ja, absoluut. Ja, superleuk schoentje, 34,95. Nou, ja, kan het niet voor zonde zitten. Dat, en dan komt hij nog een keer. Je hebt natuurlijk al gezien in het oranje. Ja, we wilden eigenlijk alle kleuren laten zien, maar dat past niet te veel mogelijk. Maar dit is ook een beauty qua kleur, hè Kim? Ook weer dat hele mooie turquoise, aqua, ja. Super zomers. Heel leuk met wit, met jeans, met jumpsuitjes eigenlijk altijd goed. Ja, en ik vind in de winkels, als je nu een beetje een rondje gaat lopen, je ziet heel veel accessoires met die blauwtinten. Ja, zeker waar. Sjaaltjes, tasjes, sieraden, ja klopt. Je ziet ook heel veel een beetje van die turquoise stenen en dergelijke in de oorbellen. En dan is het ook hartstikke leuk om dat lekker te matchen met je hakken. Dus dan kan je ook eigenlijk alle kanten op zijn goede kleur. Plus, ik vind van deze kleur, hij doet het goed als je net als ik glow in the dark ben, hè, qua kleur. En dat doet het goed als je een getint velletje hebt. Ja, ik ben nog niet in de zomermodus, Kim. Ik ook niet. Ik heb precies 3 zonnestralen gezien. Dat was het. Ik ook, dat was het. Ik precies. Heb beeldige nieuwe zonnebrillen, maar ik heb ze nog niet opgehad. Nee, dat bedoel ik. Dus deze kleur is ook gewoon leuk als je een bleek velletje hebt. En dan bij heel veel kleurtjes dan denk je, ja, val ik dan niet een beetje soort van weg? Nou, dat turquoise doet het goed met een lichte huid en doet het goed met een getintere huid. Nou, dan springen we door naar de donkerblauwe. Yes, donkerblauw. En de all-time favorite, of tenminste van dit seizoen. Denim, denim, denim. Je ziet het denk ik overal hè? In de winkels, in kleding, in schoenen, in tassen. Het is echt denim, denim, denim. En dan in alle kleurtjes. Nou, ja, wij hebben de hele donkere. Nou, precies dat. En we hebben dit ook in lichter, nog eens lichter, nog eens lichter enzovoort. En ik vind dat denim on denim heel erg leuk. Dus dat je eigenlijk verschillende kleuren spijkerstof met elkaar matcht. Heb ik bijvoorbeeld zelf wel, dat ik daar wel een soort van eenheid in wil hebben. Dus dan pak ik bijvoorbeeld een licht jasje en iets donkerdere broek en dan nog donkerdere schoenen. Of andersom. Ja, mooi. Goeie combi. Of juist donkere broek, lichte schoenen, lichte top. Nou, dat denim kan je lekker helemaal doorstylen. En ja, en weet je, het doet basic never gets old. Want die denim trend, dat is zo'n cirkeltje. Die komt elke zoveel jaar komt die weer terug. Breek je weer je nek over de spijkerspullen. En vervolgens is het weer een paar jaar, zie je het weer minder. En dan komt het weer in alle hevigheid terug. Ja, met jouw goede Visano's kan je gewoon de wereld rond. Dus echt, die denimpumps zijn altijd goed. Ook weer lekker met dat mooie, zachte voetbedje. En die heerlijke, comfortabele 8 centimeter hak. Dus ook heel geschikt voor werk, feestje, verjaardag, barbecue, buurtborrel. You name it. En ook als je niet zo hoog kan lopen. Zo'n altijd goed pumpje. Heerlijk, ja, precies dat. En hij zit ook... Over het algemeen vind ik hem bij elk voetje mooi zitten. Ja, zeker, een absoluut. Een voetje hebt of wat voller voetje hebt. Pas voor me zeg, voor ieder voetje lekker. Mee eens. Weet je, en wat ik ook zo fijn vind bij die Visano's, ze hebben aan de binnenkant een linnen voering. Ja, en een linnen voering is heerlijk als je met blote pootjes wil gaan dragen. Want dat schuurt minder, dan krijg je niet van die plakvoetjes in. En dan loop je dus ook in de praktijk minder blaren. Dus dat is echt wel heerlijk. Ook voor het lekkere weer, om gewoon lekker met je blote pootjes, hup, zo in je hakken. Ja, ik vind ze geweldig. Aan en gaan, hoppa. Nou, deze, jij ging de winkel verbouwen en toen zei jij ineens, hey. Ja, die hebben we nog. Die hebben we weer. Oh, ja, dat. En die hebben we ook weer in het roze, maar die was een soort van in de vergetelheid geraakt. Ja,
Nou ja, we hebben maar een paar schoenen staan, hè? Ja, dat is heerlijk als je af en toe gewoon... Nou, de boel omgooit, dan kom je weer van alles tegen. Oh, dat is leuk. Maar dat zou je zelf met je kast thuis ook wel hebben, toch? Als je die omgooit, kom je ook weer van alles tegen. Nou, dat hadden we gisteren hier ook. Elk seizoen is weer een verrassing. Ja. Wat ligt er nog? En wat ligt er weer? En deze is gekomen toen ik een dagje vrij was. Dus vandaar dat ik die memo even had gemist. Maar ja, super fijn dat hij er weer is. Want ja. Hij zat... Ja, ik blijf die metallic trend heel tof vinden. Ja. Omdat ik hem net even wat sprekender en wat uitgesprokener eigenlijk, hè, ja. Is het. En met outfitjes vind ik dan net al gebeurt er aan de voet even wat meer. Juist. Hè, als je lekker terras op gaat of met de barbecue of een beachfeestje, dan ja, zeker. Ja, en dat metallic is tof, want het geeft gewoon echt een lekkere bite aan je outfit. En ook voor dit soort schoentjes geldt. Pak een leuk accessoiretje in een metallic kleurtje. Hoeft niet eens in dat blauw te zijn. Voor mij, wat doe jij in een roze metallic tasje? En match je dat met die blauwe schoentjes en doe je een heel simpel outfitje aan. Hartstikke leuke schoentjes, dus in verschillende kleuren, €37,95. En deze heeft een wat smaller enkelbandje. Dus dames met een echt vol enkeltje, of zoals wij hier wel eens zeggen, de kenkels, waarbij eigenlijk de voet gelijk doorloopt in de onderbenen. Beter pak je niet zo'n dun bandje, dan kan je beter overstappen naar zo'n breder bandje. Dat ziet er wat mooier uit. Maar als je gewoon gemiddelde tot wat slankere enkeltjes hebt, is deze top, want het is een mooi elegant, smal bandje. Ja, superleuk broekhakje, zit ook heerlijk. Volgens mij is die een centimetertje of 8. Gaat het even kijken. 8, 9 ook, volgens mij. Een beetje nieuw. Laten we even checken. Volgens mij 9. Ja, 9. Ja, precies. Dus het is ook een lekker loopbaar hakje. Gewoon voor hup alle dag en de feesten en de partijen. Nou, dan hebben we als laatste, hebben we natuurlijk paars. Ja, heerlijk. Een Visano'tje in paars. Ja, tof. Ja, het is paars allemaal. Ja, we hebben het al een paar keer gezegd. En deze is tof, want die heeft een andere hak. Ja. Dus die heeft een wat rechter hak, waar deze zeg maar een soort van een hak heeft. Dat noem je in vaktermen een geknepen hak. Dus die staat wat meer naar binnen. Heeft deze een rechtere hak. Ook heel tof. Vind ik ook heel tof dat die hak net een tandje donkerder is dan de upper. Dus de bovenkant van de schoen. Hele mooie pump. Zit ook heerlijk. Ja goed. Nou ja, bla bla. Herhaling van de jeanspump. Dus nou ja, superleuk schoentje. €59,95. En als je zegt, hij mag een stukje hoger. En ik vind de prijs niet zo tof. Voor €35 heb je deze hele leuke. Ja, en deze heeft een hele hoge haar. Echt hè? Ja, daar kan je lekker mee knuffelen. Een knuffelschoen. En dit is een lekker velvet materiaaltje. Ook heel tof. Is ook weer echt, ja, je ziet het hè, lichtpaars, donkerpaars. Zoveel paars, zoveel verschillende kleuren, zoveel verschillende schoenen. Zo zeker. Dus stel dat jij nou zegt, na het zien van al deze gezellige kleurtjes, van ik heb iets in de kast hangen en daar moet het precies bij passen. Sleep het mee en kom lekker langs. Dan kunnen we samen met jou gaan kijken of de kleur die jij bedacht had thuis, ook matcht als je hier in de winkel staat met je pakje, outfit, je jurk. Ja, slim, tuurlijk. En dan kunnen we even gaan kijken of het een beetje matcht, want rood hebben we in verschillende smaken, oranje, nou ja goed, je moet gewoon even bij elkaar zien. En nou ja, dit was onze gezellige regel. Het is nou trouwens wel even droog, hè? Inderdaad, maar we zijn er nog niet zo. We hebben toch twee dingen. Het is inderdaad droog, maar jee. We hebben het snoepje van de week nog. En we hebben nog een huishoudelijke mededeling in verband met het weekend. Ja jij wilde deze, hè, erop. Want jij zei paars leuk open. En toen zei ik, ja, paars leuk open, hartstikke gezellig. Maar paars leuk open, zover staat nog niet op de website, hè? Nee, ja, iets met drukte. Ze staan inderdaad nog niet op de website. Wel al in de winkel en eigenlijk in verschillende kleurtjes. Ja, die mag je dadelijk ook laten zien. Die ga ik ook zeker laten zien. Ook weer met dat mooie vierkante neusje. Ik doe hem even een soort van fysiek aan, hè? Want dan zie je kijk, het gebeuren. Ik doe hem even naar je toe. Kijk. Want deze heeft dus een mooi bandje over je tenen en een schuimbandje om de boel lekker op zijn plek te houden. En dan heb je ook nog een kruisbandje. Dus hierdoor zit je pootje ook weer, net als in het eerste schoentje, lekker stevig erin. Ja. Blijf je met je hiel lekker in de hiel van de schoentjes zitten. En de hak is ook gewoon heerlijk. En ook weer dat leuke carré-leesje. Ik vind dit echt een heel leuk schoentje. Hij is heel elegant, maar hij is ook wel, het is wel echt een lekkere high-kitser, hè? Ja toch? Super. Dat is heerlijk met die stenen. 34,95. Nou, daar kan je niet voor zonde zitten. En we hebben hem ook in het fuchsia, in het paars, die had Sanet, in het mooie blauw en het kermit de kikkergroen. Nou echt, hoe zomers wil je het hebben? Ja, superleuk. En weet je, die roze, ik weet niet hoe die op jullie device overkomt. Ja, dat ging goed. Kijk. Die roze, dat kan een beetje discussiedingetjes om zijn, maar dit is echt fuchsia. Weet je wel, zo fuchsia kleur, de hartstikke roze. Ja, nou precies, heerlijk. Houden we van, worden we blij van. Dat bedoel ik. Waar we ook blij van worden, zondag. Ja, jij bent er niet, hè? Ik ben er niet. Nee, ik ben niet in de winkel, maar ik ben wel de hele dag aan het werk. Alleen op een andere locatie deze zondag. Diaan is bij mij. Diaan en Robin, die zijn zondag zijn jullie met z'n drietjes in de winkel. Gewoon van 1 tot 5 als jullie van ons gewend zijn. En Gerwin, Sanne en ik, en Romy. Ja, Romy als achtervan. Wij staan op een besloten event. Ja,
in Vlaardingen. Dus als je daar bekend mee bent, dan zien we je gezellig daar. Hopen dat het iets minder warm is dan een aantal jaar geleden. God, zie mij net toch gelijk naar huis. Gelijk zo de hal uit. Hoppa. Dus wat dan gaat, is het, daar zijn we het ook te vinden. Dat betekent dus wel eventjes dat als je deze kant op komt en je komt speciaal voor de hele hoge laarzen van Pleaser, of je komt speciaal voor de enkel laarzen van Pleaser en je wil eigenlijk alle keuze, dan moet je misschien een keertje je navigatie op een andere dag instellen, want dan ga je misschien wel dingen missen hier, omdat er ook heel veel mee is naar het event. Vanaf dinsdag is dat gewoon weer hier en zaterdag is dat ook gewoon nog hier. Dus alleen de zondag hebben we even een beetje gatenkaas aan de over de knielaarzenmuur en hebben we een beetje een soort van gatenkaas op onze enkellaarsjeskoof. En dat nemen we allemaal lekker voor jullie mee, dus dan zien we jullie allemaal in Vlaardingen. En daarna gaan we lekker met z'n allen pizza. Ja, heerlijk, vaste prik inmiddels, hè? Nabespreking. Ja, precies. Ja, een soort van, inderdaad. Lekker even pizzatje, even een borrel met elkaar drinken. Want het hele team is, het wordt een lange dag, maar dat geeft niet, want het is echt wel... Ja, het is echt wel... echt wel een van de leukere dagen. Dus ja, super veel zin in. Echt, dus ja, we zijn overal en ergens zondag. Ja, dat bedoel ik. En de beurs zondag, nou, voor degenen die gaan, die weten net de openingstijden. En wij zijn er de hele dag. Dus kom of lekker naar de beurs, of kom lekker hier naartoe. En dan zien jullie heel snel. En als je nogmaals iets in het filmpje ziet waarvan je denkt, daar wil ik meer van weten, stuur even een berichtje, stuur een fotootje of een filmpje en dan komt hij helemaal goed. Dank jullie wel weer voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!